Ik ben Clint Stegman, 20 jaar oud. Ik doe de opleiding operationeel sport- en bewegingsmanager. Ik loop daarvoor stage bij Kampong Hockey en doe daarnaast waterpolo. Mijn toekomstige beroep het is vooral organiseren en het aansturen van mensen binnen een sportvereniging of organisatie. Mijn dag ziet er als volgt uit. Ik begin in het kantoor met wat uitwerkingen van e-mails, bellen, telefoontjes, noem maar op. Goeiedag, ik spreek met Clint Stegman. 'S Middags ga ik de velden op om de trainers aan te sturen en zelfs soms training te geven. Ik werk met verschillende mensen samen. Zo werk ik met een aantal trainers samen die ik moet begeleiden. Maar ook met de hoofd van de trainers die programma's maken en uiteraard de mensen die daar nog boven staan. Ik organiseer evenementen en ook kleine events. En daarnaast stuur ik ook trainers en ander personeel af en toe aan. Ik werk op het veld en op het kantoor. Het is heel verschillend waar ik mijn werkzaamheden verricht. Met deze opleiding kan je bij verschillende dingen terechtkomen. Het is best wel breed. Bijvoorbeeld bij de gemeente of bij recreatiebedrijven. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik zelf heel veel bezig was met sport. En omdat het me leuk leek om verschillende soorten evenementen te organiseren. Je moet verschillende eigenschappen hebben, waaronder sociaal, heel communicatief. En je moet heel erg zeker zijn van jezelf. Ik vind het leukste om evenementen te organiseren, omdat je uiteindelijk heb je een doel. En dat, ja, dat doel zie je uiteindelijk gewoon toch in het echt ook. En dat is denk ik altijd wel een kick. Moeilijker is toch wel het omgaan met verschillende soorten mensen. En dat is af en toe best lastig om met mensen te communiceren. Ik volg een bolopleiding. Dat houdt in 4 dagen naar school en 1 dag in de week stage. Je kan eigenlijk in elke regio in het hele land kan je wel deze opleiding volgen. De begeleiding is heel verschillend. We doen meestal 1 keer in de 2 weken afspreken om even goed bij te praten. Maar als ik daarvoor iets anders wil weten of uitleg ergens over wil hebben, dan kan ik daar altijd bij terecht. Het moet hier alleen nog de uitvoering zeg maar, helemaal uitschrijven. Ja, we hebben inderdaad gesproken over dat we... Hè, we hebben een aantal kolommen met benodigdheden. De begeleiding uit school is sowieso elke week heb ik gewoon les. Dus daar krijg je al begeleiding uit. En daarnaast heb ik veel mailcontact met mijn leraar van management. Ik krijg vanuit school krijg ik een eindopdracht. En voor de rest is het eigenlijk een meeloopstage. Een eindopdracht is een vorm van een toernooi of een dag die je moet organiseren. De opleiding duurt 4 jaar. Op school leer ik vooral het managementtheorie. En in de praktijk toch wel het begeleiden en het organiseren van evenementen. Ik probeer ze anders af en toe wat enthousiasme toe te brengen. Ik ben op het idee gekomen om dit te doen doordat ik zelf veel bezig was met sport. En omdat het me leuk leek om dingen te organiseren en gewoon met mensen bezig te zijn. Mijn toekomst, ik zou graag naar het buitenland willen. Maar als die mogelijkheid niet is, dan zou ik toch wel iets van sportmarketing of eventmanagement willen gaan studeren hier in Nederland. Je hebt verschillende doorgroeimogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sowieso een hbo-studie doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook bepaalde studies of cursussen volgen bij sportverenigingen of andere organisaties.